treffer. Zonde dat jullie deze wedstrijd niet weten te winnen, hè? Ja, zeker zonde. Ik denk dat we een prima pot op de mat hebben gelegd. Alleen uiteindelijk helaas nog die tegengoal gekregen, waardoor het 1-1 is geworden. De eerste helft was van een hoog niveau van jullie kant. Ja, de tweede helft hadden jullie ook een aantal kansen. Uiteindelijk wordt er 1-1 gemaakt. Heb je het gevoel dat er meer in had gezeten vandaag? Ja, ik denk dat wij genoeg kansen hebben gehad om eigenlijk de wedstrijd op slot te gooien. Hebben we eigenlijk een beetje nagelaten. En daarna doen die jongens wat wissels, brengen ze wat frisse spelers erin. Hebben we het iets moeilijker in de slotfase en dan valt hij helaas. Maar al met al wel een prima wedstrijd gespeeld, vond ik van onze kant. Klaas, kan je tevreden zijn met dit gelijkspel? Ja, niet helemaal. Ik denk dat jij in de eerste helft een goed topos hebt kunnen zien. Die het overwicht had op het veld. Goed veldspel op de mat legde. Strijd leverde. De beste kansen creëerde voor de rust. En net voor rust ook op een 0-1 voorsprong komt. En dan is het zuur dat jij met je ploeg in de tweede helft twee grote mogelijkheden krijgt. Twee keer in de persoon met Kievan Leidsman in een 1-op-1 met de keeper. En dat we daar helaas niet de 0-2 uit weten te scoren. Nou, ik kan me nog een bal op de paal herinneren bij 0-1 van Lorenzo Piquet. Dat zou ook een 0-2 geweest zijn. Nou, dat is zonde. En met name ook voor Bo, die pakte een geweldige bal op 0-1 die hij uit de kruising tikt. Een kopbal. Ja, en dan, ik moet even naar jullie kijken, maar volgens mij minuut 81 valt de 1-1. Ja, en dan weet je gewoon dat je ook in die laatste 10 minuten nog een tweede tegen zou kunnen krijgen. Desalniettemin heb ik gezien dat de ploeg is blijven werken, is blijven strijden, is blijven spelen voor een goed resultaat. En want we spelen alleen maar voor de eer. We spelen voor een positie op de ranglijst in het linker rijtje. Nou goed, dat moet motiverend genoeg zijn. Maar ja, je ziet dat de pijntjes beginnen te komen. En uiteindelijk zie je ook dat ik na 65 minuten, 70 minuten mijn hele middenveld heb moeten wisselen. Leon Kakerik, Stuy van de Herik en Philippe Rommens. En daar komen Livio Mils, niet Oxford Fris, die in gewezen komt terug van de blessure. En Joshua Sanchez, onze vliegende keep, die heeft dat samen met die andere twee in de rest van de tweede helft uitstekend gedaan. En het is zonde dat we dat helaas niet over de streep weten te trekken. Kievan, had je vandaag het gevoel dat jullie deze hadden moeten winnen? Ja, wel, ik heb zeker het gevoel dat we deze hadden moeten winnen. Ik denk dat we na rust ook 2-3 goede mogelijkheden hebben. Ikzelf 2 hele grote die ik had moeten maken. En ik denk dat je dan bij hun het leven een beetje eruit haalt. En dan sta je 2-3 nog voor en dan is het eigenlijk gespeeld. Je bent belangrijk bij de 0-1. Ja, een echte spitscore was het, hè? Ja, zeker. Ja, goede bal van Joshua Sanchez en ik tik hem goed binnen. Even over jouw ontwikkeling. Ja, je maakt een aardig goed seizoen door, hè? Ja, ik ben tevreden. Ik ben bijna 2 jaar uit het voetbal geweest. En, om dan weer terug te komen en zo'n seizoen met Top Os. Wij hebben echt boven verwachting gepresteerd, vond ik. En ik denk dat er misschien nog iets meer in zat. Maar ik ben heel erg tevreden en heel blij dat ik hier nu sta. En helaas gele kaart gepakt. Zou het niet bij zijn in de laatste wedstrijd. Maar ik ben echt heel blij. Ja, je maakt inderdaad echt een goed seizoen hoor. Want je bent de vaste waarde geworden in de defensie van Klaas. Ja, dat moet jou ook goed doen. Zeker wat je zegt nadat je 2 jaar eruit bent geweest. Ja, zeker. Het wedstrijdritme en elke week weer spelen. Ben ik heel dankbaar voor. En ik heb heel veel plezier in het voetbal. En daar ben ik heel blij mee. Dat is het belangrijkste wat er is, toch? Het plezier in het voetbal. Ja, plezier is alles. Ja, wat je zegt, jullie spelen echt een goede eerste helft. En jullie belonen met een mooie goal van Kievan eigenlijk de eerste helft, ja. Ja, dat is echt zo'n bal waar Kievan voor gaat en opgaat en opgebrand is. En hij rondt hem uitstekend af. Echt een prima spitse goal, zoals ze dat dan noemen. En helaas is hem dat in de tweede helft niet gegund om er nog eentje bij te prikken. Hè. En, maar ik kan spreken van een teamprestatie waarbij we uiteraard liever 3 punten mee naar huis hadden genomen. Echter, de woorden van vanmorgen, misschien kun je ze nog herinneren. Jazeker. Ja, ze zeggen dat wel eens vaak in het voetbal. Ja, als je de goal zelf niet maakt, ja, dan kan je hem tegenkrijgen. Ja, dat was vandaag weer zo'n avond, denk ik. Ja, terwijl we nogmaals hebben geconcludeerd dat we niet over het een gebrek hebben aan scorend vermogen in de ploeg. En daar kijk ik niemand persoonlijk op aan. Dat is gewoon een gebrek dat wij in onze ploeg hebben. Want we staan helaas qua die statistiek op de ene laatste positie. Des te knapper is het dat we desalniettemin ontzettend veel resultaat hebben geboekt. En dat is goed, dat is een plus. Hadden we iets meer scorend vermogen in onze ploeg gehad, dan denk ik dat we nu op plek 8 hadden gestaan. En dan woensdag een mooie afsluiter tegen Rode EC. Ja, ik heb de boys 2 dagen vrijgegeven, dus zaterdag en zondag vrij. We zien elkaar maandag weer. En dan gaan we kijken, inventariseren hoe de blessures ervoor staan met Leon Kakerik, Stuy van de Herik en Philippe Rommens. En dan gaan we 2 dagen nog goed trainen, lekker fris in het hoofdje. En dan gaan we op naar Rode EC aanstaande woensdag.
Ja, ik denk dat voor jou ook weer fijn is om in de basis te staan, een tijdje op de bank te hebben gezeten. Ja, ja, ja. Hoe was het weer om terug te zijn op het veld, ja, als basisspeler? Ja, het was wel zwaar. Na 60 minuten begon het een beetje erin te schieten, de kramp. Maar ik heb hem goed volgemaakt. En, ja, een beetje gemengde gevoelens over de wedstrijd. Ja, natuurlijk een goaltje meegepikt, maar het hadden er ook 3 kunnen zijn. Ja, wat je zegt, het hadden er misschien 3 kunnen zijn. Ja, want je was gretig op zoek naar die 2e eigenlijk. Ja, hè? Helaas viel die niet net goed. Ja, ja, het, ja, als spits wil je natuurlijk zoveel mogelijk goals maken. Maar helaas vanavond niet gelukt. Woensdag is er weer een mooi potje tegen Roda, dus dan maak ik ze.